Mijn naam is Sjoerd van Bilzen. Ik leg een vergrootglas op eigenaardigheden van specifieke modellen of praat u bij over bijzondere items op een auto. Welkom bij Sjoerds Autoweetjes. Kijk, hier staat er eentje in de showroom, maar dit is een gebruikt exemplaar. Want al sinds 2004 wordt er geen nieuwe TVA verkocht. Binnenkort komt er weer verandering in, want het merk wordt nieuw leven ingeblazen. Wederom onder supervisie van een Engelsman. En laten we dan hopen dat dat nieuwe TVR net zo eigenzinnig wordt als TVR in zijn laatste periode onder supervisie van Pieter Wieler. Want dat was een excentrieke man. Die wilde zijn eigen motoren bouwen, de Speed 6 Engines. Hier ligt dan weliswaar nog een rovermotor in, die befaamde 4 tot 5 liter V8 motor. En die wordt dan bedekt door een polyester carrosserie. En om aan te geven hoe excentriek dat die Pieter Wieler is, toen hij met het prototype bezig was voor deze Chimera, toen had hij een schuimmodel klaarstaan. Zijn hond kwam binnen, net, en die nam een hap uit die frontbumper. Ja, Pieter Wieler die keek erna en die zei eigenlijk, hé, net, dankjewel, vind ik een leuk element. En die heeft het dus ook gewoon op zijn serieproductiemodellen toegepast. Dus hier staat eigenlijk de handtekening van zijn hond net. En zo'n TVR, dat is een auto voor mannen. Voor mannen met ballen, met mannen met spierballen. Heeft geen ABS, heeft geen stuurbekrachtiging. Als je tegen Pieter Wieler zei, de toenmalige directeur, ik wil een auto met ABS, dan zei hij, koop je toch lekker een Porsche 911? Nou, dag klant. En hoe excentriek dat deze auto is, dat bewijst ook eigenlijk wel het deurconcept, want hier ontbreekt gewoon een deurgreep. Nee, de deur open je door deze knop te bedienen, hier onder de spiegel. Hup, elektrisch. Elektrisch en een Engelse auto, ik zou het niet helemaal vertrouwen, maar dit schijnt toch echt een van de meest betrouwbare TVR's te zijn ooit gebouwd. En dan stap je in. En als je dan weer uit wil stappen, nergens een deurgreep, dan denk je, het zou dit wel zijn. Nee, dat is een asbakje. Nee. Hoe krijg je deze deur open? Je ziet hier die ronde knop. En inderdaad, daarmee krijg je de deur open. Draai hem naar links. Gaat de deur weer automatisch open. Elektrische ontgrendeling. En door zijn lichtgewicht constructie waait die deur open. Zodat je altijd makkelijk in en uit kan stappen. Betekent overigens wel dat als je uitgestapt bent, dat je hem even met iets meer kracht dicht moet gooien. Ja, het typeert het eigenzinnige karakter van zo'n TVR. En laten we hopen dat die nieuwe eigenaar heel goed begrijpt wat TVR was en eigenlijk nog steeds is. Laten we hopen dat het echt weer van die pure sportwagens worden. Ja, hier word je als autoliefhebber gewoon dol enthousiast van.